En af en toe stoppen komt de trein. Die in Middelacht was langs, ja. Dus dat was ook een hele mooie vakantie. Hè. En dan het horen en het brengen van de gasten op de omrand. Ja. Dat was ook een hele geduld. Want het eten was al binnen op. Toen kwam Jos met de laatste gast terug. Oh, Louis. Dus, maar toch kwam het een hele mooie vakantie. Hè. Toch naar Amsterdam. Naar de boot, de achterboot. Een heel ander verhaal is dat van vroeger. Want het waren allemaal nog zware patiënten. En het was in en uit de bus. Dus het was een heel verhaal. Ik denk dat voor hem. Toen houden we ook nog de vakantieweek van zaterdag naar zaterdag. Dus het wordt een hele lange dag. Hè. Maar het wordt een geweldige dag. En dan de boot, de binnenwater met de punter. Hè. De begeleidster. Oh, die zijn er in ieder geval. Dat zijn allemaal punten wat ze zo in gedachten hebben. Want ze zo nog eens wat iemand in de vakantieweken heeft gedaan. En als penningmeester was ze actief al van ook van 98. En daar gaat ook het een en ander met gemoeid. De loterij en de leden gelden. De inkomsten van de parade, toneel, nou neem maar op, Amsterdam, dagboten. En dan ook iedere keer trouwen de penningmeesters naar de vergaderingen samen, dus dat is ook altijd een hele klus geweest. Is al het ophangen van de spandoeken met hand en ook weer te veel om op te noemen, dus ik stop hier maar mee en ik zal jou ook het spel eventjes opsteken als dank voor het werk wat ze door de gasten, voor de regio en de afdelingen hebben gedaan. Ja, je door met Angeluus gaan spelen. Tegen de boos. Het is een klein nood en toch is het de waardering van de. Dus dit was je vader, wacht. Je bent weer bands werken, maar hoe je hebt zoveel verschillende stukken. Nee, maar dat is te klein, hè? Was het maar even een andere optie? Dit doet echt afstand. Mannen onder elkaar. Ja, mannen onder elkaar. Laat je hem? En ik zal het zeggen, de hoort toch ook een bloemetje bij. Gewoon in deze die handen aan. Nog eens bedankt. Dank je wel. Nee, ik weet niet, zet de persoon niet. Dan ben ik al zo. Ja, zes. Nou, dan wil ik ook heel kort van deze gelegenheid gebruik maken om Han een paar woordjes te spreken. Nou, Han, ik heb je leren kennen als een man die alles kan. Leuk, hè? Han, dik 2 jaar geleden ben ik komen werken als distriktshoofd. En ja, mijn regio Bunsen, mijn Han, ik dacht, god, die Han, secuur, secretariaat, parade, nou noem het maar op. Mia had hier wel uitgebreid op het stel gestaan. Namens het Nationaal Bureau, namens Boudewijn, namens mezelf wil ik je ook hartelijk bedanken voor al je inzet. Heel veel waardering uitspreken, heel veel complimenten, want ja, het is eigenlijk met geen woorden te beschrijven.
Ik heb een aardigheidje voor je. Nou, dit zijn... Dat is iets anders. Het zijn 6 bijzondere Belgische bieren voor een bijzondere man. Bij alles wat je verder moet doen in het leven en hopelijk je nog een keer mag ontmoeten. Dat wel best leuk. Dankjewel. En dan wil ik heel graag. Ja, feliciteren. Kaartje, alsjeblieft. Aan Nicole, dankjewel. Was maar kort, maar dat maar er is al zoveel gezegd. Ik vind het fijn dat ze gekomen is, dat ze het nog gewoond heeft en dat ze dit nog even heeft metgemaakt. Ja. Ik dank u ook voor het komen. En ik denk dat we het gewoon afsluiten. Nee, ik hoor toch eigenlijk nog? Sorry! Ik heb helemaal niks voorbereid. Maar, 12,5 jaar bestuurslid bij de Zonnebloem. Meer heeft het aangegeven. 4 periodes, dan is de periode afgesloten. En ik weet ook wel dat ik ook kunnen gebruik maken van de uitzonderingsregel. En via het provinciaal bestuur voorkomt nog een paar periode. Maar ik heb voor mezelf toch besloten, niet alleen bij de Zonnebloem, maar mensen weten dat ook op een andere plaats. Te zeggen, ik ga stoppen met bestuurlijke activiteiten. Omdat ik toch ook wat meer tijd wil maken voor mijn kleinkinderen en de rest van mijn familie. Dat is de voornaamste reden erachter geweest. Dat neemt niet weg dat ik voor de Zonnebloem verloren ben, want ik heb al aangegeven dat ik gewoon zeker Jos nog ondersteunen, maar ben ook bereid om voor de regio een aantal activiteiten buiten het bestuur op te blijven helpen en ondersteunen. Een van de dingen is bijvoorbeeld de website, die zal ik blijven onderhouden. En ik heb het van de week met jou zelfs al eens even kort over gehad. Wellicht doe ik de hele communicatie nog verder voor de regio, dus ook pers en dat soort dingen allemaal. Maar dat kan buiten het bestuur om, zeg ik dan even. Ik zou iedereen in ieder geval hartelijk willen bedanken voor de jaren dat we hebben samengewerkt. Het waren voor mij leuke jaren. Ik denk er ook nog altijd met plezier aan terug. Ik hoop ook dat ik de komende jaren nog heel veel plezier met de Zonnebloem kan beleven. Want niet alleen in de regio, ik ben ook nog voor een gedeelte in de Azië-Noord betrokken bij wat dingen. Weliswaar maar kleine dingen. Maar ik ben uiteraard, omdat mijn vrouw voorzitter is, toch wat nauwer bij betrokken. Dan meen ik anderen. Ik zou ook iedereen, ik wil dat wel het hou ik in de rondvraag willen doen, maar daar heb ik de gelegenheid niet voor gekregen. Iedereen die mij op enige wijze gefeliciteerd had. Zoals u weet heb ik een aantal weken geleden bij een andere gelegenheid de culturele plaquette van de gemeente Brunsum gekregen. Ik heb toen ook uit de Zonnebloem heel veel felicitaties, bloemen en dat soort dingen gehad. En dan zou ik ook in ieder geval iedereen die dat wat toen aandacht aan besteed hebben, hartelijk willen danken. En verder zou ik u voor de verre toekomst allemaal veel succes willen toewensen. En als er het is, kan je altijd nog een keer bij mij aankomen. Mooi. Ik wil het uitnodigen om naar beneden te gaan en door gebruik maken van een drankje en een hapje. En dat ter gelegenheid van het afscheid van hem. Ja, ik wil nog graag met jullie mensen alle tussen 3 jubilarissen. Lang zullen ze leven. Lang zullen ze leven. Lang zullen ze leven in de Gloria. In de Gloria. In de Gloria. Hip hip. Hoera. Hip hip. Hoera. Hip hip. Hoera. Yes, that's the
Ja, 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 daar spreken we. Ja, Thank you.